Hallo guys, Job hier, aka DutchTuber. Welkom bij een nieuwe Roblox Beach Simulator. Vandaag gaan we weer verder. Doe even een blauw duimpje omhoog binnen deze video, binnen 5 seconden. Als jij kans wilt maken op mijn beste nieuwe vriend Clover. Die op een of andere manier altijd zijn wenkbrauwen zo heeft staan. Alsof hij elk moment iemand levend kan opeten. En doe even een like als je een opperbaas bent. Alleen als je een opperbaas bent. Het is je DutchTuber, we gaan lekker beginnen. Ik zie hier het vriendje van Clover staan. Die overigens echt 10 keer groter is gewoon. Dat is echt niet normaal. En die heet het. Tyler, leuke naam. Laten wij eens even gaan kijken wat wij deze aflevering allemaal kunnen gaan verwerkelen. Ik wil eigenlijk om mee te beginnen, wil ik eerst even kijken of ik de missie kan klaren die ik heb gekregen van Rusty. En dat was geloof ik om 30 schatten te vinden, waar we inmiddels van op de helft zijn. Alleen het enige wat mij een beetje irriteert, is mijn metaaldetector. Dat moet en kan een stuk beter. Dus we gaan even naar de shop toe, naar onze Trilton, de Meermin-man. En we gaan eens even kijken welke wij kunnen kopen. Wij zouden deze kunnen kopen. De Next Generation Metal Detector. Hij kost wel 3000, maar hij doet er een stuk sneller over. Want deze, die kost 1,4 seconden om zeg maar te scannen of er een schat ligt. En deze minder dan 1 seconde. Oh, en deze een halve seconde. En deze een halve seconde. What the heck? Oh, maar ik moet deze eigenlijk wel hebben. De Retro Metal Detector. Als ik deze koop, dan kan ik zo snel scannen dat ik dus ook binnen no time weet waar de schatten liggen. Oh, dit is zo lastig. Ik wil mijn Roblox bankrekening niet kapot maken. Maar aan de andere kant, ik kan deze wel echt super goed gebruiken gewoon. Oké, weet je wat jongens en meisjes? We gaan gewoon eens even kijken hoe duur dat gaat zijn. Oh, dat gaat 2.500 Robux kosten. Ja, aan de andere kant, weet je wat het is? Als ik dat doe... ik weet het niet. Kun je niet in de shop bij Awesome Stuff... Kun je hier niet een speciale metaaldetector kopen? Nee, hè? Oh, wat naar. Nou, weet je wat? We houden het gewoon eerst even bij de eerste. En dat is de Next Generation Metal Detector. Ik vind hem er heel erg cool uitzien. We halen hem gewoon. En we kijken eens even hoe goed... Deze guy is een pinguïn! Wat?! Deze guy is literally een pinguïn. Wacht eens even. Is dat niet Clonny? Oh, wat? Ik word aan... Hey, doe eens even rustig, meneer. Je duwt me zomaar aan de kant. Ik was even aan het converseren met iemand. Dit is zo grappig. Hij is gewoon een pinguïn. En hij heeft een pixelated snor. Dit is super chill. Dit ziet er zo cool uit. Hij heeft ook gewoon 2 samurai-zwaarden. Gewoon, je hebt een pinguïn. Dat is dan wat ik heb, een pinguïn. Ik heb een krab. Maar weet je wat hij heeft? Hij heeft samurai-zwaarden. Daar kan ik helaas niet tegen op, jongens. Ik zal het echt met een pinguïn moeten blijven doen. Dus ik ga even zeggen... coole zwaarden, man, bro. Hij heeft wel echt super gruwelijke zwaarden. Oké, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan eens even kijken of onze metaaldetector een beetje werk naar toe behoren. We gaan onze metaaldetector erbij... Oh, dit gaat snel. Dit gaat super snel. Nu weten we binnen no time waar er een schat ligt. En kunnen we die dus ook heel erg snel verzamelen. Dat is echt super nice. Dus we gaan lekker verder. Oh, er ligt hier ook eentje. Oh my god, ik vind gewoon echt schat naar schat. Hij is echt cool hoofd. Bro, mijn hoofd is super groot. Hoe kun je mijn hoofd überhaupt cool noemen? Ik heb een hoofd te waarde van 10 hoofden of zo. Het is gewoon echt niet normaal. Oh my god. Oké, schijnbaar heeft een van mijn dieren een zonnebril gevonden. Ik heb hier ook nog steeds eentje liggen. Super nice. Nou, hier ligt geen schat. Hier ligt wel een schat. We gaan eens even kijken wat voor schat dat gaat zijn. Soms moet je zeg maar 2 keer je save gebruiken om een schat mee naar boven te halen. Soms 3 keer en soms zelfs 1 keer. In dit geval heb ik hem gevonden. En het is een vieze sok. Helemaal fantastisch. Oh, trouwens. Als het goed is hebben wij dus nu onze 30ste schat verzameld. Nou ja, ik noem het wel een schat, maar eigenlijk is het gewoon geen schat. Eigenlijk is het gewoon letterlijk een vieze sok. Maar dat betekent dat wij dus nu als het goed is onze challenge hebben gehaald. En dat wij een nieuwe challenge kunnen krijgen. Dus we gaan even naar Rusty toe lopen. Rusty, dat klinkt echt als een of andere fastfoodketen eigenaar. Zo eentje die 4 McDonald's beheert ergens in Californië. Wow! What the heck? Bro, hij heeft gewoon schedels als schouders. Hij heeft gewoon... Bro, jouw skin. Ik ga het even zeggen. Jouw skin is super vet. Freaking, wat is de troll? Oh my god, dat is zo enorm epic. Dat is zo enorm vet. What the heck? Oké, laat ik sowieso eerst even kijken wat hij mij gaat geven. Alright, not bad. Now collect 30 treasures of any kind. Wat heb ik toch gedaan? Oh, ik dacht dat ik dat al had gedaan. Ik dacht dat ik al 30 schatten had verzameld. Oh, je zegt iemand ben ik ook een troll. En die heeft gewoon letterlijk een unibrow. Een soort van, I don't know, een vierkant meisjesgezicht. Met 2 van die staartjes. Oh my god, dit is zo geinig. Het is Dora. No way.
No freaking way. Oh my god. Oké, okay, weet je wat? We gaan het even laten voor wat het is. Laten we gewoon even lekker verder gaan met het verzamelen van wat schatten. Ik ga het daarentegen wel even doen op het sneeuwgedeelte van Roblox. Want daar, daar kun je gewoon zeldzamere dingen vinden. Omdat ik momenteel 2 sterren heb. Dus dat is een beter idee. Oeh ja, ik had een missie van hem gekregen. Om... Wat was het ook alweer? Wat was ook alweer de missie om een nagel te vinden of zo? Dat was heel erg gek. Het was in ieder geval een hele rare missie. Dus laat ik even kijken of ik die misschien voor hem kan doen. Daarvoor moeten we dus gewoon de hele tijd... Oh, hier ligt een schat. Super nice. Oké, okay, nou, we moeten dus sowieso alsnog 30 schatten vinden. En ik heb weer een vieze sok erbij, gewoon. Ik snap niet waarom er zoveel vieze sokken te vinden zijn, jongens. Waarom houden mensen hun sokken niet gewoon aan? Wat is er mis met jullie? Come on, man. Oké, ik heb een... Oh, nice. Ik weet niet waarom een soda blikje zoveel meer waard is dan de rest, maar... Oké, okay, I like it. Very nice. We gaan eens even kijken. Hier ligt ook wat. Ik ga het even meenemen. Wat is het? Het is... een batterij. Ja, ik weet echt niet hoe batterijen in een of ander sneeuwgebied komen. Alsof je in één keer je telefoon gaat openmaken en de batterij eruit gooit wanneer je op de Noordpool bent. Zou ik in ieder geval niet doen. Is ook niet echt heel erg fijn voor het bereik, zeg maar. Maar oké. Okay. Oeh, hier ligt nog een schat. Eigenlijk vind ik wel, jongens en meisjes, dat we weer een nieuw teamgenoot moeten hebben. Ik vind eigenlijk van wel... We hebben weer een kleine parel gevonden. Die is best wel zeldzaam. Ja, eigenlijk vind ik wel dat we weer een kleine teamgenoot moeten hebben. Alleen... Oh, een marshmallow. Eigenlijk wel... Oh, nee! De Diamond Turtle! Dan hebben we gewoon literally een... Oh, eigenlijk moet ik proberen het hele setje te hebben. Een Diamond Turtle, een Diamond Pingwing en een Diamond Crab. Oké, maar dan ga ik eerst de Diamanten Krab kopen. Dan heeft zeg maar... Harry heeft ook een vriendje erbij. Dus dat gaan we gewoon doen. Het is misschien een beetje zonde van het geld. Maar we gaan er gewoon voor. Nogmaals, je hoeft geen Robux uit te geven in Robux om het leuk te hebben. Het spel is ook gewoon superleuk om te spelen zonder dat je er echt geld in investeert. Maar ik doe het natuurlijk omdat ik opneem. En... Oh, yeah! Hij heet Holly. Dat is op zich wel een leuke naam. Maar weet je hoe ik hem liever noem? Mr. Shiny. Ja, Mr. Shiny in de... Oh, het kan niet. Oh, dat is ja. Oké, okay, Miss Shiny dan misschien. Hoe schrijf je dat ook alweer zo? Miss Shiny. Ik weet niet of ik het goed schrijf. Probably not. Mevrouw Shiny. Kan dat wel? Shiny kan waarschijnlijk gewoon niet, of wel? Oh, Shiny kan wel. Nou, oké, okay, hij heet Shiny. Dus we hebben Harry, Shiny, Clover, Glowy en Pingu. Oh, yeah. Ons team is freaking compleet. Nou, wij gaan dus gewoon even lekker verder met het verzamelen van zoveel mogelijk zeldzame dingen die onder het oppervlakte van het ijs liggen. Dat is eigenlijk ook wel grappig, want het lijkt erop alsof we in echt een ijsgebied zitten. Maar eigenlijk is het gewoon allemaal blauwkleurig zand of zo. Want als je het zeg maar opgraaft, dan zie je dat het eigenlijk gewoon zand is. En dat is echt super grappig om te zien. Dus, nou, let's go. We gaan lekker verder. We gaan eens even kijken wat we allemaal nog kunnen krijgen. Heb ik de schat hier al gevonden? Nee, nog niet. Het was een Easter egg. Oké, okay, super chill. Hey, Clover is geëvalueerd. Lekker man, bro. Je bent aan het grinden. Sowieso. Oké, ik moet even kijken of ik nog een andere schat kan vinden. Ik heb er in totaal nog 3 nodig. En dan kunnen we ze allemaal weer gaan verkopen voor centjes. Ik moet er eentje meneer Krabs noemen. Ik moet eigenlijk nog een krab hebben om een meneer Krabs te noemen. Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Dat is zo toepasselijk. Dat is zo freaking toepasselijk. Ik had dat echt eerder moeten doen. Maar ik heb daar op een of andere manier gewoon helemaal niet aan gedacht. Super stom. Oké, okay, we gaan eens even kijken. Let's go. Wat krijgen we nog meer? Wij hebben 5 zand. Oké, okay, nice. 2 zand. Oké, okay, interesting. Maar eigenlijk wil ik een schat hebben. Oh, een cadeautje. Wat? Een cadeautje? Kun je die openmaken? Oh, jammer. Ik zou hem zo graag willen openmaken. Dat zou super vet zijn. Nou, helaas heb ik het verkocht aan onze grote vriend Blackbeard. Misschien dat hij er wat leuks van kan krijgen. Voor zijn papegaai bijvoorbeeld, I don't know. We hebben nu als het goed is 15 schatten verzameld. En het doel was om er in totaal 30 te verzamelen. Dus we moeten eigenlijk precies hetgene doen dat we zojuist hebben gedaan. Maar dan nog een keer. Oh, ik vind deze ogen nog steeds zo gruwelijk. Hij is zo vet. Hij is echt zo, zo, zo vet. Echt waar? Shoutout naar jou. Hij vraagt, Job, ja, ik kan niet de hele tijd typen, want ik ben even aan het opnemen. Maar echt waar, je bent een baas. Hetzelfde geldt voor, ik weet niet of dat echt klonie is hoor, maar hetzelfde geldt voor hem. Een super grappige skin. 2 ninja zwaarden. Gewoon het lichaam van een pingwing. Hij heeft ook gewoon een staart, dat had ik nog niet eens gezien. Oh my god, dit is gewoon gruwelijk. En wat zijn die rare voelsprieten die hij op zijn hoofd heeft? Kan hij daarmee navigeren of zo? Een soort van ingebouwde menselijke tomtom. Oh, dit is zo gruwelijk. Dit is echt super, super dik. Oké, okay, nou laten we... Hij is toch aan het dansen?
Dit is zo vet. Oké, we gaan snel verder. Let's go. Ik ben even helemaal van mijn apropos. Dit is zo geinig. Dit is echt zo geinig. Oké, we gaan snel verder. Laten wij eens even kijken wat we allemaal nog kunnen vinden. Ik ga even zoeken. Nou, hier is niks. Hier is niks. Ik ben nog steeds een beetje gewoon onvergeblazen van het feit dat ik gewoon een pinguïnman ben tegengekomen. Die samen met zijn ogervriend hier aan het chillen is. Super geinig. Oké, even kijken. Wat heb ik gevonden? Is het een schat? Oh! Oh! Ik heb een haaientand gevonden. Oh my god, dat is super vet. Wat doet een haai in een zandverstuiving? What the heck? Ik heb geen idee wat een haai hier doet, maar het is wel geinig. Oké, snel, we gaan lekker verder. Ik weet niet waarom ik mezelf een warming up geef, maar ik moet natuurlijk zeldzame schatten vinden. Dus het is belangrijk dat ik intact blijf, jongens. Kom op. Een ballpoint pen. Nou, daar heb ik er al 20 van gevonden. Jongens en meisjes, ik vind het voor deze aflevering wel mooi geweest. Willen jullie nou dat ik in de volgende aflevering de missie van Rusty ga afhandelen? Doe dan even een like. Willen jullie dat ik in de volgende aflevering een krab ga kopen die ik meneer Krabs noem? Doe dan ook even een like. Het was je boy de tuber. Shoutout naar iedereen die ik in deze video ben tegengekomen. En tot de volgende keer. Adios.